Hallo beste YouTubers, hier zijn Raoul en Theo weer terug met het Big Data Machine project. Nu misschien in een wat vreemde setting, maar goed, gezien de huidige situatie hebben we besloten om het via een Microsoft Teams sessie jullie toch van informatie te blijven voorzien. We hebben in de afgelopen afleveringen gehad over de Big Data Machine, als zijnde het concept, waarom doen we dat? We hebben gekeken naar de hardware, we hebben gekeken naar de verbinding en wat er allemaal op de edge speelt. En uiteindelijk, het eindresultaat zal zijn slimme data. En die slimme data die genereren we eigenlijk met behulp van machine learning. En dat is waar deze aflevering met name over gaat. Jullie zien als het goed is ook in het scherm het videobeeld van Raoul. Raoul gaat jullie hierin meenemen in het machine learning. En deze sessie gaat met name over de algemene uitleg, meer de theoretische achtergrond achter machine learning. Toch, Raoul? Ja, precies. Om het verhaal te beginnen gaan we eens naar de tweede slide. Dit is een overzicht over hoe het machine learning proces eigenlijk generiek loopt. Dus trainingsset die we hier zien, dat is dus de opgenomen data die wij gegenereerd hebben uit de hardware en naar de cloud gestuurd hebben. En wat nu gebeurt is dat wij een machine learning algoritme daarop toepassen en daaruit een model wat we hier H noemen ontwikkelen. Met behulp van dit model H kunnen we dan nieuwe data die hier met X beschreven wordt voeden. En daar krijgen we dan een voorspeld resultaat uit wat we willen hebben, wat we willen genereren. Goed. Hoe werkt dat nou? Er is een mooi voorbeeld wat vaak gebruikt wordt. Het gaat over het voorspellen van huizenprijzen. Dat wordt hier ook een beetje als voorbeeld aangekaart. Dus je hebt bepaalde eigenschappen van huizen. En daar zit een prijs aan vast. Je kunt je voorstellen dat een huis met wat minder woonoppervlak wat minder kost. En met wat meer woonoppervlak wat meer kost. En daar zitten natuurlijk heel veel eigenschappen die daarin voortvloeien. Maar om het even grafisch te kunnen weergeven, hebben we hier gezegd van we pakken even het woonoppervlak als voorbeeld. Zodat je dit ook in een tweedimensionale weergave kunt laten zien. Wat we dus hier voor ons zien zijn voorbeelddatapunten. Dat zijn die blauwe punten. En ieder punt staat voor één huis en het bijbehorende oppervlak. En wat nu gedaan wordt, is dat er een toevallige lijn geïnitialiseerd wordt in deze dataset. En die toevallige lijn, die is eigenlijk je model, je geïnitieerd model. En nu moet er eigenlijk gekeken worden, wat is het verschil in waardes van het model ten opzichte van de echte datapunten. Nou, we kunnen dus de afstanden meten die elk punt naar die lijn heeft. En die afstanden die kunnen we bij elkaar optellen. Nou, er komt een getal uit. En als we het model dan een klein beetje veranderen, dus die rode lijn een klein beetje bijstellen, en we doen hetzelfde, we meten die afstanden van die blauwe punten naar die rode lijn. Dan krijgen we weer een andere waarde uit. En om dat grafisch te kunnen weergeven, hebben we hier rechts die losfunctie of verliesfunctie die we daaruit kunnen herleiden. Nou, dat betekent dus als je dat model steeds een beetje verstelt, krijg je een andere krijg je een andere waarde uit. En je wilt eigenlijk de afstanden van de lijn naar de punten, die wil je minimaal hebben. Dus je wilt eigenlijk die losfunctie, die wil je minimaliseren. Dat gebeurt daardoor dat je eigenlijk de raaklijn horizontaal laat verlopen van die losfunctie. En dan krijg je als eindresultaat, dat wat we links zien, een model dat exact het verloop van die data volgt. Ja. Oké.
Nou, dat is duidelijk, Raoul. Alleen wat ik me afvraag, kijk, nu is hier die data, die ligt natuurlijk wel, ja, dat heeft al zo'n beetje eigenlijk een lineair verloop. Ja, precies. Stel nou dat die prijzen, of in ieder geval die data, veel verder uit elkaar en veel willekeuriger is. Hoe kun je daarmee omgaan? Ja, precies. Het idee daarachter is eigenlijk dat je de dataset moet gaan verdelen. En om die te gaan verdelen is eigenlijk, moet je beslissingen nemen. Dus dit is een voorbeeld van zo'n dataset. Als je hier een rode lijn doorheen trekt, dan kun je die niet echt lineair weergeven. Ja. En wat we eigenlijk moeten doen is een beslissing maken over welk deel van de data hoort bij elkaar. En met behulp van een decision tree, dus een boom die die beslissingen weergeeft, kun je die dan in principe in elkaar zetten. Dat gaan we nu doen. We hebben dus bijvoorbeeld hier een beslissing die zegt van, hey, we hebben data die ligt beneden de 100 meter. En we hebben datapunten die liggen boven de 100 meter. En we hebben hier een tweede beslissing die zegt van onder de 200 meter en boven de 200 meter hebben we datapunten liggen. En die zullen wel bij elkaar horen. Hè? Dat is hieruit te zien. Ja. Die eerste beslissing van die kleiner dan 100 meter, die zetten we als root van de boom, zetten we die rechts neer. En dan kijken we, hey, alles wat links ervan ligt, dus echt onder de 100 meter zit, dat is bijvoorbeeld gemiddeld 150.000 waard. Ja. Alles wat daarboven ligt, daar moeten we nu weer een tweede beslissing voor nemen, want dat zijn weer twee verschillende categorieën. Dus je vraagt dan, zit je onder de 200 meter, dan heb je dit gedeelte, ja. Of zit je boven de 200 meter? Hey, maar even, ook dat is duidelijk, Raoul. Ja. Want uiteindelijk zeg je van, nou goed, ik zie groepjes van data, hè, wat we dus hier inderdaad zien. Heb je de muis weer terug? Ja, ik heb de muis weer terug, okay, ja. Okay. Hey, helder, hè? Je zegt hier van, ik heb dus een aantal, ik ga kijken naar waar die data ligt en dat zijn in dit geval in iets van 12 punten in totaal en daar kun je dan gemiddeldes doorheen trekken. Mm. Nu is het zo dat je zegt van, nou, ik heb 100 meter, 200 meter, dat is redelijk arbitrair. Ik kan me voorstellen dat die, stel je gaat daarin, shiften met naar 120 meter of naar 180 meter. Hoe werkt dat dan? Ja, precies. Je wilt idealiter eigenlijk ervoor zorgen dat je elk van die mogelijkheden afbakent en zegt van, dit wil ik meenemen in mijn beredenering. Dus wat je eigenlijk moet doen is meerdere van die bomen uitproberen. We hebben nu hier één voorbeeld staan. Hè? Dus als ik die even afmaak, dan zie je het hier. Ja? Ja. Dit is één boom die af is. Maar omdat die grenzen arbitrair zijn, kunnen die bomen dus ook anders uitzien. Dat betekent dus dat je eigenlijk een hele rij van bomen met elkaar moet vergelijken. En hetgeen, hoe we dat dan noemen, is een regression, een random forest. Dus een forest van trees eigenlijk. Hè? Ja, ja. Je ziet deze boom dus weer hier verschijnen. En je hebt hier de verschillende mogelijkheden. Hoe die eruit zou kunnen zien. En wat je dan uiteindelijk als resultaat wilt bekijken, is het gemiddelde van de uitkomst van meerdere verschillende bomen die je met elkaar vergelijkt. Ja, 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 ja. Oké, okay, dat is helder. Ja, en dan zou je kunnen zeggen van, ja goed, dit is, of komt hier een gemiddelde waarde uit, of je klassificeert iets. Precies. Het is, als je het hebt over, als je een probleem hebt over klassificatie, dus je hebt bijvoorbeeld plaatjes en je wilt weten van, is er een kat, of is er een hond, of een muis, of weet ik wat, ja. Gaat door voting, vindt er een klassificatie plaats tussen die bomen. Maar wat wij, ons probleem wat wij hier bekijken is eigenlijk continue waardes. Hè? We hebben die sensorwaardes en dat is een continue reeks van
van waarde. En daar wil je een gemiddelde van hebben. Dus moet je de averaging over die meerdere bomen wil je bekijken. Ja. Ja, helder. Ja. Het ging er met name even om te laten zien wat er eigenlijk met machine learning binnen machine learning gebeurt, in hele grote lijnen. Zodat jullie eigenlijk voor de volgende aflevering, waar we het gaan hebben over machine learning op basis van de data die we uit de big data machine genereren, een beetje een achtergrond hebben van hoe zit zo'n machine learning systeem en die algoritmes, waar is dat op gebaseerd. Dus ja, Raoul, bedankt voor de uitleg. Zoals al eerder gezegd, een beetje een andere opzet dan gewend. Zal misschien nog wel een tijd aanhouden, hopelijk niet te lang. Ik wil jullie bedanken weer voor de aandacht. En wij zien jullie graag volgende keer bij onze volgende aflevering terug. Hoi. Ja, tot volgende keer. Hoi.